Ik heb nog eventjes Nahima Langeri van CD&V erbij gevraagd, want u was een van de grootste criticasters van staatssecretaris Franke. Bent u nu tevreden met wat er daarnet is gebeurd? Wel, de premier heeft duidelijk gezegd, en dat is ook zo, dat het asiel- en migratiebeleid natuurlijk ook een beleid is dat geen zwart-wit verhaal is, dat heel genuanceerd is, dat we er heel omzichtig mee moeten omgaan. En hij heeft heel duidelijk gezegd dat dat niet alleen het beleid is dat genuanceerd moet zijn, maar ook de communicatie. En dus dat is een boodschap voor Theo Franke? Dat is een boodschap die hopelijk is aangekomen bij de staatssecretaris. Dat is een duidelijke boodschap naar de staatssecretaris, want voor alle duidelijkheid, het verhaal is duidelijk. Hè. Wie bescherming nodig heeft, die moet die krijgen. Asielzoekers bijvoorbeeld die bescherming nodig hebben, die kunnen erkend worden als vluchteling. Anderen die afgewezen worden, die moeten uiteraard het land verlaten, maar altijd met respect voor mensenrechten. En daar, ook in die communicatie, gaat dat heel vaak fout, dat er zaken worden gezegd die niet stroken met de realiteit. Eigenlijk. U zei, hopelijk is die boodschap aangekomen. Ja. Heeft u er dan niet helemaal vertrouwen in dat de boodschap aankomt? Laten we zeggen, ik geef het voordeel van de twijfel. Hè. De staatssecretaris krijgt een tweede kans, of misschien is dit al een derde of een vierde kans. Het is aan hem om uiteraard te zorgen dat de boodschap die aan u duidelijk van de premier heeft gekregen, dat hij die serieus neemt, dat hij effectief ook op de communicatie let. Uiteraard blijft het belangrijkste de boodschap zelf en blijft ook belangrijk natuurlijk het beleid zelf. En er wordt nu een onderzoek gevoerd en heel belangrijk is, wat ga je doen na dat onderzoek? En... Dus de resultaten van dat onderzoek die zijn wel belangrijk, want Partij Wever heeft gezegd van ach, dat onderzoek en wat er ook nog gebeurt... Theo Franke blijft zitten. Wat er ook uitkomt uit dat onderzoek? Het onderzoek dat wij gevraagd hebben in december, dat ik in december gevraagd heb aan de premier. Ik heb gevraagd, voer een onderzoek en schort tijdelijk die uitwijzingen op. En dus de resultaten van dat onderzoek die zijn belangrijk? De resultaten van dat onderzoek zijn uiteraard van belang om te zien waar is het verkeerd gelopen en is er bijsturing nodig. En ik verwacht dat als er iets verkeerd gelopen is hier in België, hier in het beleid, de screening bijvoorbeeld van DVZ, als die voor verbetering vatbaar is, dan moeten we dat doen. En die is voor verbetering vatbaar. En dus moet de staatssecretaris daar rekening mee houden? Uiteraard. Er zal bijvoorbeeld... En ook bijvoorbeeld, want we hebben niet zo heel veel tijd, we moeten bijna afronden. En ook partijvoorzitter Bart De Wever, die moet daar ook rekening mee houden. Die mag niet zeggen van ach, we laten dat aan de kant, wat er ook gebeurt. Bart De Wever is geen minister in... Maar hij zit hier wel in de Kamer, hè? Hij is Kamerlid en hij mag net zo goed als hij wil... tussenkomen ook als Kamerlid. Ik heb hem nog niet gehoord hier. Maar hij is eigenlijk, wordt gezegd, soms de echte premier. Belangrijk is dat er in de regering bijsturingen komen die noodzakelijk zijn om geen enkel risico te nemen met betrekking tot mensenrechten. Ja, goed, nog één vraag. Het was vooral de fractieleider van Open VLD, Patrick De Waal, die eigenlijk snoeihard was voor Theo Franke, wat hij zegt op Twitter en zo. Was dat nodig dat iemand dat zei? Deelt u zijn mening? Wij hebben al langer wordt door verschillende fracties vanuit de meerderheid ook gezegd dat we eigenlijk geen ander beleid voeren dan 5 jaar geleden. Maar vindt u, was het nodig dat hij dat zei, dat iemand hem, dat de puntjes op de i werden gezet? Het is belangrijk inderdaad dat de communicatie genuanceerd gevoerd wordt. En de perceptie is ook van belang. Dus voer een correcte communicatie. Wij vragen gewoon, doe dat correct. En ja, als dat hier nog eens een keer duidelijk op tafel werd gelegd door De Waal, dan is dat inderdaad, dan is dat terecht. En ik hoop dat de boodschap overgekomen is. Met andere woorden, u blijft hem kritisch in toog houden. We moeten altijd kritisch zijn natuurlijk in het parlement. Dat wordt van parlementsleden verwacht. Kritisch, maar opbouwend. Oké, bedankt Nahima Langeri. En wij moeten...